Oh, even mijn tekst kijken hoor. Oh ja. Je ziet het misschien wel, ik ben weer in de studio vandaag om mijn snelcursus video marketing op te nemen. Speciaal geschikt voor mensen die wel iets met video willen doen, maar eigenlijk niet precies weten wat en hoe ze dat moeten toepassen en vooral niet hoe ze er ook echt iets uit kunnen halen voor hun bedrijf. Juist voor ondernemers die geen marketingafdeling hebben. En nou, ik heb ongeveer alles klaar. Ik heb een soort setje gemaakt. Er stond hier een bank. Ik dacht, leuk, dat probeer ik. Video is eigenlijk net een stuk klei. Je kunt ervan maken wat je wilt. De meeste vlogs die ik maak zijn kort, graven niet heel erg diep. Maar wat ik vandaag ga opnemen zijn langere video's waarin ik veel meer les geef. En ik heb het ook uitgeschreven. Nou, hoef ik dat echt niet tot op de letter te gaan staan voorlezen. Ik doe het wel uit mijn hoofd, maar dat betekent gewoon dat de inhoud van de filmpjes van tevoren helemaal vast ligt. Zodat ik niet meer tijdens het filmen hoef te denken, oh, wat zal ik nu toch eens gaan zeggen? Nou schijnt het zo te zijn dat mensen denken dat ik dat allemaal in één keer goed doe. Ja, logisch, want dat is het enige wat je ziet. Die dingen die gelukt zijn. Dat daar 10, soms wel 20, maar soms ook 2 mislukte versies aan vooraf gegaan zijn, dat weet je niet totdat iemand een keer een blooperfilmpje online zet. Je bent dus geen loser als je even vergeten was wat je wilde zeggen, of als je haar opeens heel raar zat, of als je 2 woorden door elkaar haalt. Dat overkomt iedereen. Ik lees nog even mijn tekst door, dan komt het er makkelijk uit, hoop ik. En ja, als ik me verspreek, dan knip ik dat er gewoon uit. Maar dan weet jij dus wel beter. Heb jij je al aangemeld voor die snelcursus video marketing? Het kan nog, want we beginnen maandag. En je hoeft niet ergens naartoe, het is gewoon thuis. Je krijgt elke ochtend een mailtje met een link naar een kort filmpje. Ik kijk even op de teller van de camera en ik zie dat ik iets meer dan 10 minuten aan het opnemen ben voor deze vlog, die bij elkaar ja, een minuut of 2 zal duren misschien. Tja, het is meer dan 5 keer zoveel tijd met heel wat versprekingen. Alleen die krijg jij niet te zien. Nou, misschien aan het eind van dit filmpje even. Hoe doe jij dat? Heb je ook altijd veel meer minuten opgenomen dan in je filmpje terechtkwam? Of doe je gewoon alles in één keer? Laat het me weten. Ik ben heel benieuwd of jij sneller bent dan ik. Speciaal geschikt voor mensen die... Ja, het is natuurlijk wel raar. Vandaag, maar dit is de meeste filmpjes. Ik lees het nooit helemaal. Het lukt... Het betekent... Nou zou het kunnen. Denk jij wel eens...